ja, de feestdagen komen eraan. En naast het versieren van de kerstboom is het natuurlijk het moment om onszelf op te tuigen. En hier op de internationale sieradenbeurs, waar sieradenontwerpers van over de hele wereld bij elkaar komen, kunnen we zien wat hip, hot en happening is dit jaar. En het is niet alleen voor vrouwen. Hoeveel heb je? Nou, een onsje. Een onsje. Jij hebt onderdelen gekozen die met elkaar, maar dat kun jij dus zelf beslissen, een kraal vormen. En jij kunt ook zelf beslissen hoe jij die kralen aan elkaar zet. Dus welke kleuren en welke vormen jij kiest om je eigen collier te maken. Dan ben ik dus zelf de ontwerper. Ja, precies. En is dat nou echt iets nieuws hier vind op ik wel. Deze beurs? Ja. Ja, wat wij zien is dat interactie tussen drager en maker op deze manier redelijk uniek is en nieuw. En dat maakt het wel heel erg leuk. Ik hou van licht. Opvallende sieraden, maar wel licht. Licht qua dus gewicht. Ja, licht qua gewicht. En een beetje, ja, je moet wel drie keer kijken voordat je ziet wat het is, denk ik. In dit geval is het nog wel duidelijk dat het veel is omdat je het voelt. Ja. Maar het moet niet als een molensteen om je nek hangen, natuurlijk. Die hele grote metalen ringen en zo. Mag ik wat? Ja, natuurlijk. Dit is zilver. Zilver? Dit is ook, geoxideerd en met emaille. Dit is gekleurd. Je mag het pakken, hoor. Ja? Mijn idee bij deze serie ringen was, wat gebeurt er als het eb is? Wat blijft er dan achter op het strand? Ik vind de zee een wereld op zich. Een andere wereld dan de wereld waarin wij leven. Met heel ander leven. En onbekend. En ik ga niet graag in zee. Ik vind het een beetje eng. Het is maar je haalt het wel hierheen? Ja, ik haal het wel hierheen. Dankjewel. Ja, dit zijn antieke poppenogen. Die heb ik op stof geplakt. Dus je hebt echt antieke poppen en daar de ogen uitgehaald? Nee, ik heb iemand die zo'n hele collectie had toevallig. En die heb ik allemaal gehalveerd, want het is van glas. En die heb ik allemaal op een stof geplakt. En daarna ben ik ze helemaal gaan omwerken met glaskralen, zodat ze helemaal ingesloten worden. En helemaal vast blijven zitten. Ze kunnen geen kant meer op. Nee, ze kunnen, maar ze kijken je wel aan. Ja, dat mag. Geweldig. Ja. En spiegeltjes had je ook in overvloed? Nou, nee, die heb ik speciaal op de kop getikt. Dus als je deze omdoet, dan is het niet de confrontatie met jezelf, maar met de persoon die tegenover je staat, die heeft de confrontatie. Zo, ja. Interessant. Ja. Voor de kijker. Confrontatie met de cameraman, denk ik. En met de kijker. Hoe staat hij? Hij is wel erg groot voor jou, denk ik. Maar, ja, ben ik te klein? Ik weet het niet. Het is wel een confrontatie met mezelf dan. Ja, misschien dan wel. Dan mag hij wel weer af. Ja? Twee klauwen. Dit is ook een sieraad. Ook iets heel vernieuwends. Ja, ja. Het is van Yi Sun. Hij is Chinees, woont en leeft in Amsterdam. Heeft de Rietveld gedaan. En hij werkt met dit stuk vanuit een hele persoonlijke inspiratie. Het is een aanklacht tegen de manier waarop beren in China gevangen worden gehouden om hun gal te melken. In verschrikkelijke omstandigheden waar die beesten echt gillen van de pijn. En die hele persoonlijke inspiratie in zo'n enorm tot de verbeelding sprekend stuk zien we steeds vaker. Dat inspiratie en vorm bijna op buikniveau binnendenderen bij je. Ja, laat maar zakken. Misschien iets lager. Nou, dat weet ik niet. Maar de boodschap is wel gemaakt. Ja, red de beer. Red de beer, ja. Maar ook een monument voor de beer. Het valt wel op. Je maakt een statement, echt, met zo'n stuk. Statement. Ja. Dat kun je hebben. Dankjewel.